volgen. Kijken of we een plekje kunnen pakken bij een remzone. En dan... Oeh, Vettel! Oké. En dan... Rondje Jeddah, DRS open, rechtstuk, startfinish, na zijn 8, vonden ze ankers na zijn tweede versnelling voor de eerste bocht. Rustig laten rollen, niet te veel op het gas, vol gas opschakelen en weer remmen voor de volgende knik linksaf. Rustig op het gas, want niet vol gas, iets opschakelen, iets liften. Voor hier rechtsaf te gaan en voet op de iets wijd. Nou ja, track limits doen we niet aan. Op naar de bocht terug naar zin 3. Lekker tijd houden, rustig gas bijgeven, opschakelen, curvy bit, alles blind afremmen, terug naar zin 4, scherp, vol weer terug het gas en door, uitkijken voor de muur, klein schraapje, moet kunnen. Dan komt zo meteen DRS. En dan gaan we links. En dan wil hij niet heel makkelijk sturen. Dan kunnen we hier blind vol op het gas. Nog een keer DRS. Na zo'n 8. En ik sta 21ste. Oh man. Laatste, oké. Terug naar zijn 3. Ja, ik ga achteraan starten. But that's fine. Ik ben benieuwd hoeveel het scheelt. Ik ben op één plek kwijt gegaan natuurlijk. Ik ben wel echt een stuk langzamer. Dit doet pijn, achterlatief hier. Maar ik heb een foutje gemaakt. Dat is een halve seconde sneller. Oké. Oké, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Don't let me down. Mijn doel is uitrijden. Ja, laten we dat doen. Laten we in rondje 3 binnenkomen. Hopen op chaos. En dan gaan we gewoon kijken of we een undercut positie kunnen pakken. Door niet te veel te verliezen in de eerste 3 ronden. Om vervolgens kijken of we die mensen achter ons kunnen houden. Omdat het hier niet al te breed is. Oké. Formation lap. Ik dacht even dat ik aan de rechterkant zou staan, dus dit is even maf. Oké, how was that pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. Zo. Als we toch laten zijn, moet iedereen daar lang op die grid staan. En dan kan ik gewoon lekker langzaam aankomen rollen. Dan heeft iedereen last van mijn langzame gedoe. No threat of rain for the time being, conditions look good. Ik ga hem iets naar het midden richten. Ik ga kijken of we Latifi aan de binnenkant kunnen pakken bij de eerste bocht. Oh, met je Aston, pas op. Autonom. Vettel. Oké, we hebben in ieder geval 2 plekjes gepakt. Bij de start. En nu volgen. Kijken of we een plekje kunnen pakken bij een remzone. En dan... Oeh, Vettel! Oké, en dan, dan eerder naar binnen. Om te kijken of we die positie kunnen houden. Misschien meer grip op de softs, want zo staat op de mediums. Jezus, 50 degree traction. Okay, the start was fine. Let's try and move forward.
laatste bocht. Nou, kom zo. Als ik me kan volgen en Albon achter me kan houden, ben ik al heel blij. Kijk wat we hier kunnen doen. Inside. Oh, ze verremt zich wel een beetje. Yo, Albon. Blijf bij de strategie. Oké, kijk naar links. Kijk of we de draai hier wat kunnen gebruiken. Zit me dicht op mijn nek. Okay, DRS will be enabled this lap. You can use it when you within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Ja, als we damage hebben is dat wel niet zo lekker. We zijn een klein beetje in de loop op zo. Niet al te veel. Oké, okay, we moeten pick this lap, so push now, push. Oké, okay, pushen. Oh, te veel gepusht. Oké, okay, be careful, you're going to start losing some tire grip anytime now. Yeah. The gap from the car ahead cool. is 1.8 seconds. 1.8, oké, okay, dus zelfs bij mijn weg aan het rijden. Which is niet heel handig, want Vettel zit op mijn nek. Een kut pit entry. Oké. Okay. Welke knop was het ook alweer? Ik weet het niet meer. 3. Dat is die. Oh, 3. Oké, okay, nou ja. That stop wasn't great with nee. Some time there. Verkeerde knop weer. Up to speed now, let's get some heat into those tires. Daar zit inderdaad geen heat in de tires. Oké, okay, vrije lucht, niemand achter mij. Iedereen moet zijn pitstop nog maken. Dus misschien heb ik hier een voordeel mee. Zo niet. Oké, we think the underbody's incurred some slight damage. Good. Nothing too serious at the moment. Just okay. Be careful. Richard's coming in for his stop. Oké, okay, Richard nu binnen is, heeft hij een voorsprong van je welste. Dan ga ik niet veel mensen inhalen, denk ik. Oké, okay, wie heb ik gepakt? In ieder geval Albon. Die heb ik achter me gehouden. En de rest is allemaal voor me nog. Maar niet iedereen is gestopt, denk ik. Oké, okay, kijk waar ik uitkom met de volgende rijtje pitstops. Ik ben niet een hele snelle auto op de track. Vettel heeft me gepakt. Oké, okay. Latifi en Albon zitten nu van de achter van me.
Dus ik heb virtueel alleen aan Vettel een plekje verloren, maar die zat al op mijn nek. Dus nu is de vraag, kan ik met die verbanden op temperatuur een aanval maken op Sepp? Ik denk het niet. Ik ken de track niet en de AI wel. Kan ik al onder een Latifi achter me houden als ik geen fouten maak? Wel. Perhaps het viel zal genoeg moeten zijn. Yellow flag, dus er is al iets gebeurd. Pas zo. Ja, kijk. En zo winnen we plekjes. We doen het voor. Dankjewel. In een soort van ritme. Dan is het wel een beetje saai zo achterin en met niemand bij me. Het gat blijft gelijk. Oeh, wijd. Laten we dit niet meer doen in de laatste ronde. Oeh, auto. Kijk, mijn vleugel nog kwijt natuurlijk. Okay, there's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are so far no plans for a safety car. Oeh, dat heeft invloed. Zo, nou, dacht er niet, Latifi. Jesus Christ. Wat een moeilijke laatste ronde, man. We hebben in ieder geval een paar plekjes kunnen pakken en de race uit kunnen rijden. Dus het middenstuk van het seizoen waar we wat meer op de bekende circuits komen. Gaan we eens kijken of we een keer kunnen challengen voor een puntje. Tot die tijd blijven we achteraan de grid bouwen aan de auto en hopen we met wat geluk. Oh, nou ja, ik heb kiet gedraaid, want ik heb mijn auto naar kloten gereden natuurlijk. Dus dan blijven we achteraan maar ontwikkelen totdat we zover zijn dat we gaan challengen voor de punten.